Goed, ons het nou gesien, mens kan een vraagkromme trek gegeven wat die inlichting in die tabel. Maar vraagkromme of krommes in die algemeen is een gereedskap in stuk wat ons gebruik in die economie. Oorals gaan jy sien, ons trek krommes en ons trek die vraagkromme. Maar ons het nie elke keer een tabel waarvan ons die inlichting krijg nie. Ons trek sommer net vraagkromme. In die trek van die vraagkromme gebruik ek self drie stappe. Die eerste stap, ek trek die asse. Tweede stap, ek benoem die asse. Alles hy, prijs en hoeveelheid. En ek weet, gegeven die wet van vraag, is dat die vraagkromme afwaartse verloop het. Dit is my derde stap, ek trek die vraagkromme in. En jy kan maar gaan kyk, hierdie kromme voldoen in die wet van vraag. As die prijs daal, sê maar van hierdie vlak, tot hierdie vlak, gaan die hoeveelheid gevra toeneem. So, die vraagkromme voldoen in die wet van vraag, en ek is gelukkig. Wel, ek hierdie vraagkromme nie getrek het vanaf die tabel nie, en hy is ook nie op skaal nie. Maar hy vertel vir my die story van die vraagkromme. Net soos hierdie vraagkromme. En jy kan sien, hy is styler as iemand ek het, maar hy voldoen nog steeds aan die wet van vraag. Want, as die prijs daal van hierdie vlak, sê maar tot hierso, dan gaan die hoeveelheid vraag toeneem van hier tot hier. Weer eens, sal niks fout met die vraagkromme. Die andere extreem is ook waar. Ek kan een vraagkromme gaan trek, wat relatief plat is. En weer eens voldoen hy aan die vereistes van die wet van vraag. Een daling en prijs leid tot een toename in die hoeveelheid gevraag. So het gesê, grafieke of krommes is een belangrike gereedskapstuk wat ons gebruik as ekonome. Maar ons kan nie elke keer gaan top oor hoe lyk die gereedskapstuk voor ons om gaan toepas nie. So ons moet gemaklik word met die gereedskapstuk. En die enigste manier wat ons gaan gemaklik word met die trek van krommes is om dit te trek. So gaan oefen, trek sommer net vraag krommes. Ons gaan nog later kom by aanbod krommes en ons gaan nog baie werk met die mark. Alles wat die gebruik van grafieke behels. So, nou reeds, raak vertrouwd oor hoe mens kromme strek. Toe, gaan oefen dit.